Allemaal thuis. Oké, waar ga ik zitten? Jongens, zijn we klaar? Alex en Anna Adema hadden twee dochters, wilden er nog eentje en kregen een vierling. Poetsen, 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 poetsen. Kiekeboe! Kiekeboe! En hier hebben we Billy Fink. Zij heeft 11 kinderen. Ryan van 30 is de oudste en Destiny van 10 de jongste. Nou, weet je, ik ga lekker naar buiten, want ik zweet mij gerot. 2 weken lang leven we elke dag mee met deze grote en bijzondere gezinnen die op hun eigen manier lief en leed met elkaar delen. Dit is een huis vol. Wat staat de families dit jaar te wachten? Groot feest bij de familie Adema. De vierling wordt 2 en dat moet natuurlijk uitgebreid gevierd worden. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! En Alex heeft een grote verrassing voor Imre en Meike. Ze gaan naar Londen. Ja. Eindelijk een keer met een vliegtuig. Jullie gaan met een vliegtuig en we slapen in een hotel. Ja, cool. Ja. Bij de Vinkjes wordt moeder Willy in het zonnetje gezet. 3 kratten bier, 7 Malibu, 7 Bacardi, 5 ketel. Willy is de motor van het gezin en zet zichzelf altijd op de tweede plaats. Hoog tijd dat daar eens verandering in komt. Den Haag is ADO, een biertje en een bako, een broodje bal met mayo. De Baumgarts gooien het dit jaar over een heel andere boeg. Gezonder eten. En als straks koeienmelk proeven. Misschien ga je straks ook bloeien. En meer bewegen. Ik ben een natuurtalent. Ja. En Eugène's allergrootste wens gaat eindelijk in vervulling. Ja, ik ga niet zeggen dat ik niks voel. Ja, toch een fan blijven. Welkom bij een nieuw seizoen van Een Huis Vol. In het altijd o zo gezellige Den Haag, achter de duinen, woont de 45-jarige Willy Fink. Deze straat woon ik al heel lang, sinds 1998. En de omgang met de buren is verschrikkelijk leuk. Want ze wonen net zo lang als ik hier, nou langer soms sommigen hier. En als er een feestje is, dan komen ze bij mij op visite. En ze komen af en toe een bakje koffie drinken. Hele goede vrienden wonen ook daar. Daar wonen ook heel veel kennissen van me. En ik heb heel erg leuk contact met de buurtbewoners. Dus dit is echt mijn straatje. Willy is single, maar nooit alleen. Want ze is de trotse moeder van 11 kinderen van 2 verschillende partners. Dit is Steven. Dit is Ricardo. Dit is Ryan. Dit is Destiny. Dit is Stefan. Dit is Willem. Dit is Joey. Dit is Richella. Dit is Cheyenne. Angelica, dat is RJ en dat is Charella. De 6 jongsten wonen nog thuis. De 5 oudsten zijn inmiddels de deur uit. Maar ze komen zo vaak mogelijk bij moeders langs. Zo ook vandaag. En dat betekent voor Willy broodjes smeren. Ik heb er 40 gekocht, dus ik ga de 30 minimaal smeren. Ja. Dus dan heb ik altijd nog een achter de hand. Dat als er toch nog iemand wat wil. Ja, in principe is het best wel een hele klus. Maar goed, ja, voor mij stelt het eigenlijk niet veel voor. Voor iemand anders wel, maar voor mij is het een piece of cake. In de Haagse doorzonwoning van de familie Fink is het met 3 slaapkamers wel een beetje proppen. Dit is de kamer van Joey en Richella. Hoi Joe. Nou, dit is mijn moeders kamer en eigenlijk voorlopig ook eventjes mijn kamer. Want mijn kamer wordt verbouwd. Willy moet rondkomen van een uitkering. Maar ze weet als geen ander hoe ze op de kleintjes moet letten. Ik ben een kopiezager. Nou, dit is mijn kamer. Ik heb de grootste omdat ik de oudste ben. De oudste krijgt meestal de kamer voor zich eentje. Ik ben 20, dus... En dan Joey is 17, dus hij wordt de volgende. Ja, ik ben fan van voetbal. Vandaar ook de muur eigenlijk. Er komen steeds meer Vinkjes op huis aan. Dochter Angelica en haar gezin zijn inmiddels ook van de partij. Kan je allemaal kusje? Mwah! Oh! 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 Oh!
zien. De familie Baumgart heeft ook een drukke dag voor de boeg. Tenminste, ze willen de tuin opknappen. Maar een echt duidelijk plan hebben ze nog niet. Nou papa, er moet wel heel wat gebeuren hoor, want dit ziet er echt zeg maar verlaten uit. Verlaten? Ja. En het lijkt net alsof daar een ananas in de grond zit. Volgens mij gaat begrijp wat ik bedoel? Ja. Maar je zit er maar is ook ananas. Is dat een ananas? Ja. Ja? Die heb jij geplant. Je zou toch ananas planten, zei je? Ja, precies. Oeps. Maar het zijn er dus twee, want daar zie ik er ook één. Nee, ja ik had ze gezet in de grond, misschien zou die groeien. Maar we zijn niet in de tropen, hè? Dus nee. Lijkt me een beetje moeilijk. Je hebt maar een paar maanden tropen hier. Maar wat wil tuinman Eugène nu eigenlijk wel? Geen idee. Ik vind het zonde, maar ik denk wel dat we daarachter ruimte moeten maken voor die boom. En oorbellen kopen voor die boom daar, want het is echt koud. Oorbellen? Ja, een paar oorbellen. Absoluut, eigenlijk zo hard. Eugène, even een vraag. Ja? Wat stelt dit voor? Want volgens mij zijn we heel klein begonnen. Wat? Deze hele grote... Ja, daarom... Dit ding hier zo, die struik wat hier. Ja, want gedaan. Hier... Dit moet allemaal... Het is toch een looppad, of niet? Nee, het is een Surinaamse bos. Schiet een bal in. Wat is het, Eugène? Een Surinaamse bos. Maar dat betekent dat wij hier de aarde weg gaan halen en dat we gaan tegelen of zo? Nou, ik weet niet. Misschien dat er iets met grasmat of zo. Ik weet niet wat er in het tuincentrum te verkrijgen is. Wat verwacht je van mij? Van jou verwacht ik gewoon dat je je handen vies maakt. Ik heb geen groene handen, ik heb bruine handen. Dus ik... Het is nu eigenlijk moeilijk om te bekijken. Nu hebben we dit in ons vizier, zeg maar. Als we daar zijn, dan kunnen we bepalen van hé, dat gaat mooi staan. Maar ik wil nogmaals, ik vind wel... Kijk, het is best wel een ruime tuin. En ik vind het nu wel dat we er gebruik van moeten maken als het lekker weer is. En je gaat niet weg, dat je gewoon in je tuin kan zitten. Dus ik wil wel tegen leuke dingen aankijken. We gaan. Jongens, zijn we klaar? Ja. Gaan we weg? Ja, op naar het tuincentrum. Nou, ik ben de baas in huis. Mama. Jij bent de baas in huis, papa. Ja. Ja. Mama. Nee, er is geen baas. Mama. Hij is de baas. Als mama. In huis hebben we geen baas. Dus we hebben geen bazen, we hebben geen werkgevers. We doen alles samen. En af en toe, ja, komen we een beetje niet altijd uit, maar het komt er goed. Ze is meer een directeur. Eerlijk. Wie is een directeur? Jij bent directeur. Ja, maar dat moet ook. Directrice. Ja. Directrice heet jij bent onder directrice. Maar is er geen afval? Ja, ik moet wel directrice zijn, anders heb ik geen leven thuis. Ik denk wel samen. Ik denk ook, ik ben niet echt één baas. Heel soms laat ik Alex denken dat hij de baas is. Ja, heel soms laat ik denken dat Anne de baas is. Als Eugène op zijn werk zit, dan ben ik de baas in huis. En zodra hij thuis is, zijn we allebei de baas. Oké. Okay. Ja, toch? Ja. Maar we hebben geen baas. Nee. Ik geef leiding. Zeg maar, als mijn vader aan het werk is en mijn moeder is er, dan is mijn moeder de baas. En als mijn vader thuis komt, is mijn moeder nog steeds de baas. Als mama en jij weg bent, dan ben ik de baas. En als ik weg ben, is Mike de baas. En dan... En daarna, als ik ook weg ben, zijn de vier de baas. Bij de familie Adema in Badmen heeft Anne haar handen vol. De vierling is al een stuk groter geworden. Maar gelukkig heeft Anne een goede oppas. Ja, dat doe je meestal, weet je. En met speelgoed spelen, knuffelen. Knuffel? Knuffel. Oh, mag ik niet? Knuffel. Nee, kom knuffel. De vierling blaakt van gezondheid. Maar dat was een tijdje geleden wel anders. Eefke, Aukje en Jinte hadden last van een fikse verkoudheid. En daarom zijn ze weer in het ziekenhuis beland. En de ene maand een dag en de andere twee anderen een week. Het is wel even een gedoetje, zeg maar. Dat betekent dus eigenlijk dat je en iemand hier thuis moet hebben om
drie of vier kinderen op te vangen. En je wil ook in het ziekenhuis, kan ik wel zeggen, zijn. Dus dat is dan wel even een dingetje. Gelukkig gaat alles nu goed. Het is spitsuur bij de Adema's. Wat daar, kom je nou? Mij niet, maar die brood. Nou. Lekker, hé. Ruim je het even lekker af voor mij? Ja, dat je zo slow bent. Nou. Dit is netjes praten. Vind ik niet meer netjes. Dames, lekker te snoepen. Hallo. Wat heet hier jullie? Zit die jongen stiekem champignons te snoepen? Ja, even geeft dan. Kijk nou, kus. Kijk nou, kus. Ja, pap. Ik heb nog een kus. Kijk nou, kus. Nee. Hier. Ik ben hier. Ah, daar komt mijn grote vriendin aan. Daar kijk ik vast wel kus van. Kijk naar kus. Kijk. Nee. Kijk naar kus. Hoe zijn jullie lief vandaag? En jij dan? Of kijk van jouw champignon? In 1, 2. Oh. Eindelijk één die mij een kus geeft. Bij Willy Fink is het altijd een zoete inval. Ze heeft het liefst al haar kinderen en kleinkinderen dag en nacht om haar heen. Willy werd al op jonge leeftijd moeder. Op het moment dat ik van Raya zwanger was, was ik toen 15 jaar, 16 jaar toen hij kwam. Willem kwam toen ik 17 jaar was. Dus ik was een hele jonge tienermoeder. Dat was best wel ingrijpend voor natuurlijk een jong meisje. Maar het is me uiteindelijk toch wel gelukt. En het was voor mij gewoon niet raar. Ik heb eigenlijk moederschap vanaf het begin, natuurlijk van jonge af, leeftijd zeg maar af, heb ik met open armen ontvangen. En ik heb daar ook nog nooit één moment spijt van gehad. Willy krijgt samen met Theo haar eerste man, uiteindelijk 7 kinderen. Ryan, Jan-Willem, Stefan, Cheyenne, Angelica, Sharella en Joey. Als ze uit elkaar gaan, komt Richard in haar leven. En samen krijgen ze 4 kinderen. Richella, RJ, Ricardo en Destiny. Als het erop aankomt, dan is het zeg maar gewoon één grote eenheid. Maar het zijn twee soorten, het zijn twee generaties. Want je hebt de oude generatie, je hebt de jongere generatie. Ryan natuurlijk, die wordt 30 en Destiny 10. Dus er zit 20 jaar tussen. En dat is eigenlijk gewoon een heel groot verschil. Dus ik zeg altijd, het zijn net twee generaties. Ik hou van jullie allemaal, maar jullie zijn ook met terrors. Echt waar. Hussein. Moeten we niet alvast kaartjes meenemen? Maar ja, toch? Ik weet het. Kan ook. Of daar staan we in karren. Ja. En laten we er maar 2 voor de zekerheid meenemen. Nog maar 2 karren. De Baumgarts hebben een missie vandaag. Plantjes kopen voor in de tuin. Maar dan staat hij ineens stil. We moeten alleen niet zo breed lopen, jongens. We moeten alleen niet zo breed lopen. Er moeten nog meer mensen langs. Ga maar even daar staan. Serieus, doe maar geen kikker, joh. Geen kikker. Nou, papa heeft het over... Geef eens hier. Als jij zit hier, ik wil geen kikker. Geen kikkers. Nog geen kikker voor jou? Nee. Ik dacht dat we echt een vrienden waren. Nou, Jan, ga er maar op los. Ja, maar goed, kijk, het is niet mijn tuin. Ik kijk. Als ik iets mooi vind, dan zeg ik het. En de kinderen ook. Hallo. Maar er moet natuurlijk wel op de centen worden gelet. Om een beetje geld te besparen, kan je gewoon plantjes nemen die je misschien 3 voor 5 euro hebt. Yes. Drie bakjes of zo. Oké. Dan ben je ietsje voordeliger uit, zeg maar. Oké. Maar staat er dan hier iets tussen wat jij mooi vindt en wat jullie mooi vinden? Ik vind altijd die combinaties wel mooi. Welke? Nou, ik zeg je eerlijk, ik heb eigenlijk helemaal niks met planten. Ik ben hier gewoon... Ik hou meer van chocola en andere leuke dingen. En planten, ja, die gaan op een dag dood. Wij ook, maar wij gaan ietsje langer mee. En ja, ik weet niet. Ik vind deze wel mooi. Maar ja, ga kijken naar die standaard dingen zoals dit. En ik vind dat we wel juist mooiere kleurtjes kunnen gebruiken dan deze standaard dingetjes.
In Badmen hebben ze honger. Dus aan tafel. Voor de vierling geen melkflesjes meer, maar gewoon eten wat de pot schaft. Maar het is nog een hele operatie. Het gaat allemaal niet vanzelf. Ga je ook mee? Gaan eten? Nee. Kom jij eens even hier? Oeh, ga je op? Ja. Ja, gaan eten. Gaan eten. Alex denkt dat hij het helemaal onder controle heeft. Mag ik hem? Dankjewel. Stinken. Nee. Stinken. Ja, hè? Stinken. Nou, Alex heeft zijn stinkende best gedaan. Het is tijd om te eten. Houtje. Houtje. Houtje, moet je eens kijken. Kijk eens. Ja, zo noemen we dat toch altijd. Pas je even op dat jij niet met jouw armen in het eten komt. Het is ook druk op mijn werk. Nee, op mijn werk heb ik op het moment ook heel druk. Dus het is op het moment druk op mijn werk en druk thuis, maar... Ach, andere kant, dit is ook gezelligheid en dit is allemaal van mij. Dus ja, het is allemaal gewoon... Hè? Er is altijd wel ergens een lachje te vinden of iemand die plezier kan doen. Dus ach, leuk. Ja, is het lekker? Heeft mama lekker gekookt? De vierling eet niet alleen lekker mee, ze beginnen ook al lekker te kletsen. Papa en mama en Nijntje. Even. Nijntje en straat. Straat of paard? Nee, straat. Sesamstraat. Oh ja. We hebben allemaal hun eigen woordjes wel een beetje. Een eigen snelheid. Het is, je bent aan het groeien. Ze hebben allemaal wel hun eigen... Ja, maar de ene heeft ook andere woordjes dan de andere. Ja. De ene keer dan heb je het over een koe en dan roepen vier boe. En de andere keer is maar twee en de andere keer maar één. Het is wel heel verschillend. Mag ik kijken? Vla, blanke vla. Ja, lekker natuurlijk. Wil je nog wat doorheen? Vroeger zaten we wel met z'n allen aan tafel. Ja. Toen hadden we nog die grote uitschuifbare. Ja. Maar dat is nee. Te groot geworden. Maar mijn moeder is de enige, mama is de enige van de grote die, die aan tafel eet met de kinderen. Ja, klopt. Ik ben echt iemand die aan tafel eet. Ik ben niet iemand die zo met mijn bord op de bank kan zitten. Samen eten is voor ons heel belangrijk. Omdat je dan gewoon de dagelijkse dingen kan doorspreken. En ja, je lacht veel samen. Dus het is heel belangrijk voor ons. Om samen even een rustpuntje te hebben. Ja, heel, heel belangrijk. We vinden het heel belangrijk om samen te eten. Dat is iets, een moment waar iedereen aan tafel zit. En zolang als dat nog kan, in verband met sporten en allerlei dingen. Zo houden we dat zo lang mogelijk bij elkaar als het aan mij ligt. Ja, over het algemeen is het wel gewoon belangrijk dat we met z'n allen eten. Het is meer degene die dan thuis is. Want 8 uur zijn er wel met de kleintjes allemaal thuis en een paar grote. Maar de helft is dan aan het werk of andere dingen aan het doen. En als je thuis komt, dan eet je gewoon lekker mee. Met spaghetti gevecht, ja, weet je dat nog? We hebben ook wel eens een pak vla op de hoofd tegengehaald. Was die vla met die balletjes? Ja, dat is wel vla. Dat is wel echt. We eten wel met de kleintjes aan tafel. Maar de ouderen die komen later, dus die scheppen zelf op. Zij vroeg erom. Ze zat met die balletjes zo. Die chocoladeballetjes van die vla. Zat ze naar iedereen. Ik zeg, Chien, als je dat nog één keer doet, dan krijg je echt een heel bekertje over je hoofd heen. Nou ja, dat gebeurde natuurlijk, want ze bleef doorspugen bij iedereen. Ja, toen was het zelf een chocoladebol. In Huizenvink wordt het drukker en drukker. En dat is ook niet zo gek. Met 11 kinderen, 8 kleinkinderen en aanhang. Iedereen verheugt zich op de familiebarbecue. Willy is dol op allemaal. Maar oudste dochter Chayenne heeft toch wel een bijzonder plekje in haar hart. Chayenne was natuurlijk mijn eerste dochter. En toen Chayenne geboren was, was het natuurlijk heel bijzonder. Want ja, ik heb denk ik wel 20 keer in het luiertje gekeken van... Is het een jongetje? Is het niet een jongetje? Want ja, je bent 3 klunnen gewend natuurlijk. Dus een meisje was echt... Ik ben toen ook een beetje losgeslagen met kopen.
Cheyenne woont aan de overkant van de straat en er is altijd druk verkeer tussen beide huizen. Moeder en dochter komen dagelijks bij elkaar over de vloer. Hé, schat. Hé, man. Poepie. Oh, mijn kies. Sammy, heb je nootjes? Heb je nootjes? Laat de oma zien dan. Nou, ik vind het fijn dat Shai tegenover me woont. Gewoon, omdat ze gewoon dicht bij me in de buurt is. Ik hou er wel van als kinderen vlakbij me in de buurt wonen. Ik vind het leuk om tegenover mijn moeder te wonen. Als ik iets niet in huis heb, dan hou ik het wel bij mijn moeder. Als ik visite heb voor koffie, dan denk ik, ik heb geen koffiemelk in huis, ben het vergeten. Nou, ik loop wel naar mijn moeder. Nou, mijn deur staat eigenlijk altijd open, omdat er altijd heel veel inloop is. Sowieso van Cheyenne en mijn kleinkinderen natuurlijk. En de buren. We hebben natuurlijk goede vrienden hier in de straat wonen. Ronald de Sil, de buurjongens, Mario, Romano, de andere buurvrouw. Iedereen kan gewoon in en uitlopen. Nou, mijn moeder en ik hebben altijd wel sterke band gehad. Ja, heel gek is dat misschien omdat ik de oudste dochter ben, maar... Ja, eigenlijk, vanaf dat ik klein ben, hang ik al heel veel aan mijn moeder. Willy heeft het druk vandaag. Terug naar haar inloophuis. De Baumgart zijn nog steeds in het tuincentrum. En het wordt er niet makkelijker op. We hebben er nu drie. Die heb je toch ook net gepakt? Of niet? Oké, dan zet je die. Dan zet je die terug en dan doe je die erbij. Precies. Oké. En die saaie discussie. Ja, die moet kleurt ik een beter. Pop nemen, of, ja. En een echte grasmat of een neppe. Dat is geboeiend. Laat u ook gewoon iemand in die dat voor mij gaat doen. Ik ga echt niet naar het tuincentrum meer. Hoor. Ik hou niet van tuinieren. Ik ben niet zo iemand. Ik wil later wel een mooie tuin, maar niet waar ik zelf in moet werken. Oké, ga even gewoon goed zitten nu. Anders ga je er vannacht voor. Mama, hoeveel plantjes wil je kopen? Hoeveel plantjes? Ik wil gewoon de tuin een beetje doen. En hij wilde voor een grasmatje kijken. Dan ga je toch eerst kijken voor plantjes. En daarna, als het over is, dan kom je toch zo. Een beetje vaart inzetten als we op tijd die tuin willen gaan doen. Want het is een beetje bewolkt buiten. En als het gaat regenen, ja. Ik ga echt niet in de tuin gaan, in de regen gaan tuinieren. Daar heb ik echt geen zin in. Maar hier is alleen maar fruit, Sam. Die bloemen staan aan de andere kant. We willen naar de plantjes met bloemetjes eraan, toch? Ja. Dus we gaan weer naar voren. Deze is een jaar geplant. Deze is ook wel leuk. Maar die heb ik volgens mij. Nee, niet? En wat kostte die? Weet je hiervan? Ja. Alsjeblieft. En die hydrokorrel. We hebben nu alles. We hebben de plantjes. We hebben de potgrond en de hydrokorrels. Heel belangrijk voor het vocht. En nou, kunnen we lekker aan de slag. Ja, toch? Gaan we afrekenen. Maar het echte werk moet nog beginnen. Het is bijna tijd voor de vierling om naar bed te gaan. Maar er mag nog even gespeeld worden. Anne laat de boel, maar Alex moet aan de bak. Als je zegt van we hebben een vast patroon, ja, dan is het wel zo. Meestal ben ik degene die als laatste thuis is, dus dan heeft Anne het eten al klaar. En dan verplicht ze mij automatisch om de vaatwasser in te pakken. Zo. Maar als ik dan een keer vroeg thuis ben en kook, dan ben ik meestal nog degene die de vaatwasser in pakt voor mij. En dan is het toch echt tijd om naar bed te gaan. Springen maar. Doe maar. 1, 2, 3. Ja!
Grote zussen Imre en Meike helpen graag een handje mee. Hé, hey, Aukje. Aukje. Hey, wat een getrek, zeg hey, maar. Wat een getrek. Oh, nou, het is handig om deze uit te doen als ze staat. Kom maar, ik ga je even helpen. Maar wie moet nu welke pyjama aan? Eigenlijk maakt het niet uit, want eigenlijk... We doen niet... bijvoorbeeld Jinte heeft niet deze pyjama. Dus. En Hiske die bijvoorbeeld. Maar nou, we doen altijd iedereen anders. En ik vind het ook leuk om te papa en mama ook met andere dingen te helpen. Mm-hmm. Zijn papa maar wel blij mee. Ja. Mm-hmm. Mm. Op naar boven. Alleen de kleine Hiske saboteert de boel. Hey, Hiske, Hiske, kom. Hiske, boefje. Hiske. Kun je in je auto mee boven? Zijn lekker de trap op, hé. Nee. Nou, kom maar. Nou, ik heb 7 vrouwen thuis. Dat gaat heel goed in het huishouden. Mee oneens. Jij? Ik heb een schoonmaakster. Rosa. Ik wist dat die kwam. Charella. Ik vind dat je samen dingen in huis moet doen. Niet alleen de vrouw of alleen de man. Ja. En zo is het eigenlijk bij ons ook, voordat iedereen doet wel wat. Mannen en vrouwen. Jongens en meisjes. Toen Ryan nog het huis niet uit was, hielp hij. Nou, Willem is dan altijd ietsje minder geweest. Ietsje minder? Ja, maar gewoon qua opruimen van mama. Ja, ik kreeg alles opgediend. Stefan ging op de wc zitten. Dat is een goeie. Als het al was gedaan, moet worden. Ja. Ik help graag als ik hier erg moe ben. Omdat ik ook een drukke leven heb. En zit men daar ook met de kinderen. Dan zeg ik luister, ik heb even geen zin. Ik deed altijd, eentje afwas, ander afdrogen. Dan ging ik altijd afdrogen, maar liet ik gewoon een rek staan tot het droog was. Ja, en dan misschien een paar uur later, dan ga ik het zo... Ik hoef niet af te drogen, toch? Het huishouden is echt iets wat je samen doet. En het komt er misschien wel op neer dat bepaalde dingen ik wat meer oppak... en andere dingen pakt Alex meer op. En soms als ik lui ben, dan doe ik expres dan. Doe ik echt niks, blijf ik lekker boven bed liggen. Rijn is bijvoorbeeld degene die zeg maar vroeger als ik weg was geweest en kwam thuis... Dan had Rijn bijvoorbeeld het hele huis gewoon schoongemaakt. Zei die mama, ik heb alles schoongemaakt. En toen was hij 16. Mochten wij dat niet doen? Nou, nee, er is jawel, verschil, het nee. gebeurt wel. Maar oh, Rijn deed het wel gewoon echt helemaal goed. Nee, ik ja, er is een verschil tussen nee. schoonmaken nee. of wel schoonmaken met de Franse slag. In Franse slag, inderdaad. Bij de Vinkjes is het nog lang geen bedtijd. De familiebarbecue laat nog even op zich wachten. Ik zit gemiddeld zo rond 2 wassen per dag, minimaal. En in het weekend zijn het er meer, want dan verschoon ik alle bedden. Ja, en dan is het zeg maar ongeveer 3-4 wassen per dag. Nou, nu lijkt het veel, hoeveel was ik heb. Maar vroeger was het veel meer. Vroeger had ik 4 wassen per dag. En dan had ik hier een droger staan, een condensdroger. En in de schuur een condensdroger. En dat was pas heftig, 4 wassen per dag. Maar goed, daar zijn we nou doorheen, dus voor mij is het nu rustiger. Deze ruiken heerlijk voor bedden goed. Zoon Stefan is ook gearriveerd met zijn gezin. En de jongste aanwinst van de familie. Baby Gio van 2 maanden oud. Hallo. Dag, mooie. Ga je vertellen? Oh nee, ga er dan. Lig je niet lekker zo? Nee? Lig je zo niet lekker? Dit is mijn jongste kleinzoon. En hij heeft zijn eerste hartoperaties gehad. Hij is geboren met een verkeerde hartbouw. En hij hoort dan na 1 keer op de pech dat hij bij 1 keer op de 10 baby's hoort per jaar die een vooroperatie nodig had. En als hij tussen de 4 en 6 maanden oud is, dan krijgt hij de grote hartoperatie. Dus ja, dat is heel heftig.
Maar het is een ontzettende vechtertje. Tussendoor heeft hij wel regelmatig in het ziekenhuis gelegen. Maar het is een vechtertje. Mooi mannetje, hè? Ja. De familie Baumgart heeft flink uitgepakt in het tuincentrum. Ik weet nog niet waar ik alles ga planten. Of waar Eugène alles gaat planten met de kinderen. Eugène is daar nu bezig op het hoopje. En ik hoop dat dat, dat een beetje overzichtelijk straks gaat worden. En dan wil ik, ja, als er nog ruimte is, wil ik toch nog wat extra planten bakken om plantjes erin te stoppen. Maar ik denk wel dat we kunnen het wel kwijt. Nee, ik ga niet ruiken. Ik ruik nooit aan plantjes. Tuinieren laat ze dan ook graag over aan Eugène, de man met de groene vingers. Als hij een slakje eraan zit over dingen. Wat? Ja, maar dan moet ik steeds. Moet ik steeds heen en weer met één stoel, terwijl je hier staat. Je hebt toch handschoenen aan? Eugène werkt stug door, maar voor Samantha en Chantel is tuinieren nog steeds niet hun favoriete hobby. Ja, ik krijg nu al kriebels. Ja, ik kan er niet tegen. Kijk. Mijn zak. Ik heb alleen bladeren. Oké, ik hoop het. Niet dat er ineens een kikker uitspringt. Oh, dat is leuk voor de actie. Jenna, wat is dat? Waar? Daar achter je, een steen. Het zijn stenen volgens mij. Ja, een steen. Die zak open. Pap. Daar binnen, Shay. Het kan open. Chevy, leuk dat je er bent. Hou maar open. Want als er een kikkertje uitvliegt of springt. Tuinman Eugène laat zich niet uit het veld slaan. Met kleine dingen. Ja, met iets kleins kan je gewoon iets leuks maken. Dan word je een beetje vrolijk van. Dus morgens opstaan, kijk je dan met je bakje in je hand. Kan je naar je plantjes kijken. Maar zij lacht, hè. Maar ik ben. Wat? Ik haat spinnen. Oh, mijn god, kijk hoe groot je bent, man. Mijn kinderen hebben echt niet veel van mij. Ze zijn bang voor alles. Vraag maar, is dat Europees of zit het gewoon in de bloed? Ik weet het niet. Gelukkig overwint Chantel haar spinnenfobie en steekt ze de handen uit de mouwen. En zelfs Samantha begint er plezier in te krijgen. Ik hou sowieso wel van planten. Ik ben geen tuiniermens, maar als het er is, dan vind ik het niet erg om even te helpen. Dus, maar ik ben hartstikke blij. Het geeft toch weer een beetje. Dat je een beetje blij, vrolijk wordt. Want als je geen planten of bloemen hebt, dan is het best wel somber. En ik hoop dat ik toch wel kan genieten als het lekker weer is, dat ik in mijn tuin kan zitten. Dat hoop ik. Een beetje hierin. Een beetje water zetten. Hoppa. Daar. Klaar, plantjes. Komt goed. Jij mag zelf naar boven. In Badmen gaat de vierling naar bed. Maar kleine meisjes worden groot en willen dat natuurlijk helemaal zelf doen. Wat is er? Kom maar, we gaan naar de badkamer. Tot zo, Maaike. Aukje heeft er niet zoveel zin in. Maar moeders hebben overal een trucje voor. Meike, denk om even een ding. Ik ga even beginnen, Meike. Kun je mij even helpen met het liedje? Hoe gaat dat liedje ook alweer? Wij gaan samen poetsen met de tandenborstel. Heen en weer. Ja, wij gaan tanden poetsen met de tandenborstel. Op en weer. Poetsen, 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 poetsen. Het werkt wel. Op en neer. En nog een keer. Als de laatste tandjes gepoetst zijn, gaan de meiden op hun eigen tempo naar hun kamertje. Nee, maar gewoon over. Eefke komt nog voor. Komt u maar. Weer nog een Ja. 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 Je bent het kind vergeten in de slaapzakje. Ik slaap niet. Kom maar even een stapje erin. Hé, hey, Imre. Oeh,
stoel zo. Ga je eens met die zwarte voeten van de bank? Kom. Kom. Zo, die zijn gecolteerd. Sarjen. Sarjen. Ik loop ook blote voeten. Kom, ga zitten. In Den Haag moet Willy even bijkomen van alle drukte. Ze heeft lupus, dat is een auto-immuunziekte, waardoor ze gauw moe is en veel pijn heeft. Ik ben niet meer de moeder, zeg maar, die 10 jaar geleden was. Nee, maar dat is gewoon echt serieus gesproken, gewoon een serieus onderwerp. Ja. Ik ben af en toe gewoon best wel gefrustreerd. Ja. Het is zo logisch als je in één keer dingen niet meer kan. Nee, maar ik zou het leuk vinden bijvoorbeeld om bijvoorbeeld, ja, gewoon meer met de kleintjes, met Desiree Carr en met de kleinkinderen nog te ondernemen. Ja. Maar toch, dat gaat gewoon niet meer. Nee. Ik doe ze wel nog, maar dan beperk ik allemaal. Ja. Of wil je ophubelen? Ja, goed. Aan de andere kant, ik krijg genoeg liefde. Ja, mijn moeder kan er zelf niet veel aan doen. En ja, we helpen haar eigenlijk merendeels gewoon met het huishouden. Met de kleintjes proberen we te helpen. We gaan bijvoorbeeld met hun gaan wij naar de speeltuin. Of we gaan iets leuks doen, bijvoorbeeld. Maar ja, het is merendeels, ja, we proberen zo goed mogelijk te helpen, toch? Ik ook, Beka. Ja, we doen gewoon ons best. En ja, mijn moeder kan er niks aan doen, natuurlijk. Mag nog niet, hè? Zijn jullie veel te jong voor? Appie. De Baumgarts hebben na een dagje tuinieren flinke honger gekregen. Samantha wil dat de familie gezonder gaat eten. En dat betekent meer groenten. Nou, nu ben ik een hele gezonde groente aan het eten. Of tenminste aan het snijden, eten. Ik ben er niet bezig. Dit is een sopropo. En die komt uit Suriname. Tegenwoordig worden deze groentes ook in Nederland gekweekt. Het is heel, heel bitter en ze zeggen ook van hoe bitterder de groente, hoe belangrijker voor de gezondheid het is. Ja. Wij zijn als gezin zijn we eigenlijk wel op de gezonde toer. Ik zie ook mijn kinderen, die hebben er gewoon profijt van als je gewoon als moeder en vader gewoon laat zien hoe het eigenlijk hoort. En Samantha heeft de smaak te pakken, want ze gaat ook nog eens meer bewegen. Ja, ik moet wel, want ik ben heel erg moe geworden, heel erg lui geworden. Ik word steeds dikker en het zit op de verkeerde plaatsen. En je ziet gewoon bij mij wat te veel is. En ik verlang er ook naar om gewoon een keertje in een jeans te lopen met een t-shirtje en gewoon in mijn broek gestoken en een riem. Wisseling van de wacht in de keuken. Jokisha neemt het roer over. En Eugène, die heeft zo zijn bedenkingen over de goede voornemens van Samantha. En zij doet ook aan een, hoe heet dat? Shake. Wat ding? Wat je drinkt? Eiwit af en toe. Af en toe doet ze aan eiwitten, maar ja, je kan wel een eiwitten thuis doen, maar dan moet je toch gaan sporten. Want als je gaan die twee samen, dan val je meer af. Nou, en zeg eens wat je ervan vindt. Guus? Hij is... Hij is wel lekker, maar hij is heel erg bitter. En ik ben hem sinds kleins af heb ik van mijn ouders in Suriname leren eten. Het is heel gezond. Dus zeg, als je bitter eet, dan word je niet gestoken door muggen. Ja. Bij de Adema's is de vierling bijna klaar om te gaan slapen. Maar eerst nog even een verhaaltje van grote zussen Imre en Meike. Zeven poezen krijgen les. Eén poes loopt de klas uit. Nu zijn er nog... zes! Kan ik een kusje geven? Nee. Even een kusje geven. Een kusje geven. Fijn uit. En dan is het toch echt bedtijd. Kleine Aukje ziet de bui al hangen. Waar is jouw speentje dan? Terug. Alex en Anne hebben eindelijk rust. Tenminste, dat hopen ze. Soms denken we, laten we het gewoon liggen. En soms denken we, we gooien het nog even in een mand. Ziet het er toch iets netter uit. Thank you.
wat leuks gedaan vandaag? Ja. Wat is ja? Wat is ja leuk? Gewoon leuk uitgeslapen of heb je nog leuks anders gedaan? Ja, met jouw stoeien. Oh, was dat het leukste van vandaag? Ja. Ik zei, eigenlijk moet ik nog een keer naar boven om te zorgen dat ze weer even stil liggen. Meestal gaan ze zitten in bed of dat soort dingen. Dus, en soms is het nodig om er even eentjes tussen uit te pakken. En dan weet de rest ook meteen wel van dat ze moeten slapen. Ja. Soms slapen ze 's middags wat langer en dan is het 's avonds wat later dat ze nog wakker zijn. Als ze heel moe zijn, dan is het meestal snel gebeurd. Het is inmiddels al laat in Den Haag, maar bij de Vinkjes zit de sfeer er nog steeds goed in. En het is eindelijk zover. De familiebarbecue. Lekker! Kijk eens. Ja. Is dat zo? Kijk uit de nieuwe wereld. Kijk dan jongens, zo wordt dit. Hoppa, vuurlevens. De mannen spelen met vuur, de vrouwen wachten geduldig af. Maar het duurt wel erg lang. We zijn 5 uur verder en eindelijk zitten we om een uurtje of 8 is het nu, zitten we eindelijk 2 uur. Ja, dat was een goed idee, Sien. Vertel dat we voor het eerst dezelfde trui hebben. Oh ja, kijk. De gezustersheks. Ook kleinzoon Bentley heeft inmiddels flinke trek. Mama, die gaat pinda's gaan kaarsen. Niet smakken en rasselen, dat is Sienneboot. Zoon Stefan is chef barbecue en heeft alles onder controle. Benny had zo'n grote, toch? Zie maar weg. En oma Willy geniet van de kleine Gio. Bij de Baumgart staat het eten bijna op tafel. En dan kan de familie ook nog eens kiezen. Ja, ik kan beter vragen wie Bami wil. Kan de tafel opgeruimd worden? Ja, dit is gewoon niet serieus. €5, voor jou €50. Zoals het altijd gaat in huizen Baumgart, kleintjes eerst. Maar valt de gezonde groente van moeders eigenlijk wel een beetje in de smaak? Ze heeft het best gedaan. Alleen ja, ik hou niet van de groentes. Want ik eet geen bittere groentes. Maar ik word gedwongen om te eten, dus ik ga mijn best doen. Ja hoor, het is echt lekker. Alleen als, zeg maar, als mijn moeder eten maakt, bijvoorbeeld sambal of zo, dan moet ik wel echt water of drinken gewoon naast me hebben. Want mijn mond staat dan echt onder vuur gewoon. De sambal is echt heet. Oké, wie gaat dan voor ze? Wie gaat dan voor ze? Oh ja, daar zit mijn keuken onder water. Dus dat ding daar zit onder water. No way, jij niet. Nu de vierling op bed ligt, is het tijd om de koffers te pakken. De familie Adema gaat morgen namelijk op vakantie. Naar België. Krijg ik dit in een koffer? Waar heb je het nou over? We gaan op vakantie. En we nemen mee. Spullen. Want het hele bed ligt vol. Eigenlijk alleen van de kinderen. En het wordt later. En later. Het schiet wel mooi op, maar ja, het wordt ook wel later. En we zijn nog steeds bezig in pakken. Ja. Gelukkig slapen de kinderen een beetje door. Ik hoop dat ze dat ook blijven doen. Want ik denk dat we nog later in bed komen en vroeg weer op. En alles wat we ertussen pakken, dat we dat ook wel willen slapen. Ik ga weer even verder. Morgen in een huis vol. Bouwen de Vinkjes een feestje op de camping in Brabant. Roxy, hou eens op, hè? Dochters Charella en Richella zijn jarig. En dat moet gevierd worden. Zij leeft.
alsof het je laatste dag is. Maar ja, dan moet de barbecue het wel doen. Nee, andersom. Je moet het... Nee, je moet het boutje onder en die schroef moet je naar beneden. Ik heb er geen geduld voor. Ros, ik heb een leuk klusje voor je. No pictures. De Baumgarts gaan op vakantie naar Duitsland. Het is altijd goed om meer mee te nemen. Want als iemand wat is vergeten, bijvoorbeeld ondergoed of zo, dan kunnen ze bij mij komen. De stemming zit er al goed in. De familie spreekt gelukkig al een aardig woordje Duits. Oké, pfeffer en paprika. Hebben ze ook een bruine bonen? En Anne en Alex ontdekken in hun vakantiehuisje in België tot hun grote schrik dat ze iets vergeten zijn. Nou, de klein detail, we zijn de toilettassen vergeten. We staan nog in de badkamer bij ons thuis. Tot morgen. Ciao.